Ik ga u voorstellen. De divas waar het om gaat. De ladies of soul. Glennis, prinses Consuela Grace. Birgit, Effie, Loos. Cecilia, Urbaron, Leo, Candy. Yes, I can blow, girl. En natuurlijk hebben we Treintje, de E-train, Oosterhuis. Nou, je ziet het dan, weet je, de beelden achter ons. Ik zit dan helemaal zo van, ik heb het nog niet gezien. Meestal als dit soort feestjes zijn, hebben ze het al lang gehad, hè, die DVD's, wedstrijden van. Maar ik heb echt helemaal vanaf het moment dat wij van het podium gingen tot nu niets gehoord, niets gezien. Okay. Dus ik ga vanavond met een joggingbroek lekker op de bank zitten en dan ga ik het even terugkijken, want het was natuurlijk heel bijzonder. Ja, het is alsof ik goud in mijn handen heb. Het is heel bijzonder, hè, jongens. Dit is de dag dat de DVD uitkomt. En dat we gewoon kunnen terugkijken op een hele mooie tijd. Een bepaald hoogtepunt wat er echt uitspringt voor jezelf als je terugdenkt aan dit concert van dat moment of dat liedje. Het afgelopen concert, een hoogtepunt. Ja, hoogtepunt was toch voor mij, ja, dat hebben jullie misschien niet gezien. Het moment, de laatste klap van het laatste nummer. En wij stonden boven. En toen moesten we echt met z'n allen huilen. En wij hielden elkaar echt zo vast van, meiden, we hebben het gewoon gered. Moet je al die mensen horen juichen en gillen. En daar word je zo humble van. Dat het is echt een moment van dankbaarheid. Want ja, mensen denken misschien wel, oh, dat zijn allemaal diva's en die zijn het allemaal gewend. En die vinden, nee, dat is niet zo. Wij zijn dankbaar eigenlijk voor elk moment. Toen al die lichtjes aangingen, dan zie je opeens die hele Ziggo Dome vol met al die mensen. En dat was elke avond weer echt, ja, heel speciaal, heel mooi. Nou ja, het hoogtepunt is dat ik platte schoenen aan had. Dat was met Glennis. Geen hakken. Onze 90's ding. Maar alle dingen, want als iemand anders op het podium staat, sta ik net zo te genieten als dat ik er zelf sta. En die hele show was gewoon zo'n genot om aan te werken. Dus dat is, het hele ding is voor mij een hoogtepunt. Ja. Maar het succes van tevoren verwacht, dat er echt mensen zaten te wachten op een soulconcert voor ladies? Nee, dat hadden we nooit verwacht. Wel ons enthousiasme met elkaar, dat wat zou betekenen voor mensen. Dat hebben we altijd wel gevoeld als we met elkaar optraden en optreden. Maar dat er zoveel mensen tegelijk zich bundelen in één ruimte, dat levert enorme bijzondere energie op. Ja. Wordt het een jaarlijkse traditie, net als de Toppers en Vrienden van Amstel Live, dat we jaarlijks naar de Ziggo Dome komen voor jullie? Nou, we hopen het als iedereen blijft roepen yes, 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 dan zeggen wij yes, yes terug. Maar het is zeker gaaf als het nog een keer zou mogen kunnen. Dus, ja, maar we zijn er niet alleen. Hè. Er zijn zoveel partijen die erover gaan. En als die allemaal goed zijn, of allemaal een go geven, dan staan wij aan de startblok. Het is heel mooi dat we met alleen maar goede muziek zo'n show kunnen doen. En het is al het tweede jaar. Dus ja, ik hou mijn fingers crossed. Zou het gek zijn. Ja, het is toch het publiek die bepaalt, hè, of die het leuk vindt. En nou, en hoe? Ik bedoel, 3 keer Ziggo Dome uitverkopen. Ik bedoel, dat... Wie kan dat nou nog zeggen? Ja. Dus ik ben super trots erop. En ik ben zo blij dat het Nederlands publiek ons heeft omarmd. En dat het publiek dit ook nodig heeft. Zo'n muziek is dus absoluut niet dood. En hebben we ideeën voor 2016? Dat je zegt, dat gaan we doen? Nou ja, kijk, wij willen wel. Maar het is natuurlijk ook gewoon, het publiek moet het ook steeds blijven willen. En het is natuurlijk een super heftig organisatie. Maar als het aan ons ligt, is dit een energie die we nog jarenlang kunnen volhouden met elkaar. Zolang het publiek het wil, willen wij het ook.